Wie gaat de toren in Lent redden van de sloop? Begin er niet aan, zegt eigenaar NVOB Cultuurfonds. Kost veel te veel geld. Maar het houten gebouw zit diep in de harten van vele mensen. De vergunning voor de als tijdelijk bedoelde toren verloopt binnenkort en er is flink onderhoud nodig. Geld aan alsjeblieft, Reina. Patrice heeft de kinderen in de buurt zien opgroeien. Toen je hier voor de eerste keer kwam, was je nog maar zo'n heel klein mannetje. Moest je nog op dat trapje gaan staan. Oh, nee, toen was je 4. Een lekker huisje. Ja, goed zo, jongen. Ja. Ik denk dat ik wel heel veel heb gehad. Ja. En vind je het jammer dat de toren dicht gaat zitten? Ja, vind ik jammer. 10 jaar geleden begon Patrice haar kiosk. En daarmee redde zij destijds de toren waar ze altijd met de hond langskwam van de sloop. Er waren wel mensen in mijn omgeving die zeiden, Patrice, je trekt aan een dood paard, laat het gaan. De bouw van de toren was in 2010 een leerproject. Door een heftige economische crisis kwam de bouw in Nijmegen-Noord helemaal stil te liggen. Jongeren konden daardoor geen stageplek vinden. Nu dreigt de toren opnieuw voorgoed van de Nijmeegse horizon te verdwijnen. Ik woon aan de overkant. We zijn eigenlijk gek op het uitzicht op dat torentje. En niet alleen wij, het moet gewoon blijven. Het torentje van Lent moet blijven. Dat de toren gesloopt moet worden, doei. Dat gaat door je hart. Ik bedoel, ik heb hier, ja, het doet me nog wat. Ik heb hier zoveel uren doorgebracht. Mijn hart ligt hier. Ik zeg wel eens, het is mijn 5e kind. Nou, geniet er lekker van. Doei, tot de volgende keer. Dag, dag. De sloopvergunning is inmiddels aangevraagd. Voor het eind van het jaar is de toren waarschijnlijk verdwenen.